Dat koffers en bagage worden gecontroleerd op Schiphol is wel duidelijk. Maar er komt nog veel meer binnen op onze luchthaven. En Cindy van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat mij vandaag zien hoe die checks gaan. Ik ga haar nu ontmoeten. Hoi Cindy. Goedemorgen Alice. Jij gaat mij vandaag jouw werkzaamheden laten zien, toch? Ja, dat klopt. Wij voeren de importcontroles uit van levende dieren en dierlijke producten die de Europese Unie binnenkomen. En daarmee bewaken we de buitengrens van Europa en waarborgen we de volksgezondheid, diergezondheid en het dierenwelzijn. Oké, en wat doe jij dan hier precies? Dit is een van de keurpunten waar we de controles uitvoeren. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Kom maar mee. Waar gaan we nou naartoe? En dit is de ruimte waar alle partijen neergezet worden. Het is altijd vooral verse vis. En vandaag hebben we ook levende kreeft op de planning staan. Je moet altijd 1% openmaken met een minimum van 2 en een maximum van 10 dozen. Hier, pak aan. Ja. Oh, nou, dit is best zwaar. En hier zitten dus levende kreeften in? Hier zitten levende kreeften in. Oké, nou, daar moet ik voorzichtig mee zijn dan. Ja, precies. Mogen deze dozen nu opengemaakt worden? Nee. We moeten eerst wat hygiënische maatregelen treffen en speciale kleding aandoen. Dus dan gaan we nu naar het kleedlokaal. Ik ben benieuwd hoe ik er nou weer uit ga zien. Gaan we eerst even onze handen wassen. Wassen we onze handen alleen met gewone zeep? Nee, we doen ook even handschoentjes aan. Waar we vooral naar kijken is of die leeft. Nou, dat doet deze duidelijk, hij beweegt. Als je daaraan twijfelt, dan zijn vooral die voelsprieten en de ogen, die zijn heel gevoelig. Die zou je even aan kunnen raken. En ik zie je, ze zijn ook mooi glanzend. Nou kunnen ze weer terug op de stapel. Ja, klopt. Daarvoor hebben we een sluitlabel nodig, dat wij de doos opengemaakt hebben van de NVWA. Ja, hartstikke goed. En dan gaan we ze weer terugzetten. Is er nog iets meer dat we kunnen controleren? Ja, er staat nog een partijtje siervis op de planning. Gek licht hier. Ja, dat is speciaal warm anti-stress licht, zodat de vissen rustig blijven. Siervis wordt heel veel geïmporteerd. Het is het meest geïmporteerde dier op Schiphol. Spannend. Dit is een zoutwatervis van de Great Barrier Reef uit Australië. Ik ben wel benieuwd wat hierin zit. Wauw, dat is een hele mooie vis. Goeie vangst. Ja. Nou, we kijken uiteraard of de vissen leven. Verder kijken we naar het water. Is het niet te troebel? En dit is nog mooi, mooi helder water. En hoe lang mogen deze onderweg zijn, zeg maar? In principe is dit 48 uur. Soms wel afhankelijk van de vissoort. En komt er nou ook wel eens voor, Cindy, dat jij een lading controleert en dat er dan iets anders in zit dan wat op het etiket staat? Ja, we hebben er wel eens een dubbele bodem in gehad. En dit bleek drugs te zijn. Toen heb ik maar gauw de douane ingeschakeld. We werken heel nauw samen met de douane op allerlei vlakken. Zo worden we ook wel eens gebeld door de douane in de aankomsthal. Als er een hond of kat is waar iets mis mee is. Of als er iets onduidelijk is. En dan gaan we daar naartoe. Wanneer word je dan gebeld als er iets mis is? Als er een hond is zonder certificaat of zonder inentingen. Of zonder de juiste bloedtest. We zijn nu bij de douane. Bij de aangifte goederen. Als je iets hebt om aan te geven, zoals bijvoorbeeld levende dieren. Of dierlijke producten, want daar zijn ook eisen voor. Dan moet je door de rode poort. Something to declare. Hoi. Hallo. Ik ben Ingrid. Cindy Bunnik van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wat ga je nu controleren? Ja, dit is het gezondheidscertificaat. Daarbij letten we op het model, of het goede certificaat is. En de datum van de bloedafname voor de bloedtest. Deze moet minimaal 30 dagen na de vaccinatie hebben plaatsgevonden. Okay. En minimaal 3 maanden voor vertrek. Dus dat is heel erg lang. Dit is een chipreader. Hiermee kun je de chip aflezen bij de hond. En daarmee kun je de hond identificeren. Oké, want een hond, ook al komt hij uit India of waar dan ook, hij moet sowieso een chip hebben voordat hij mag vliegen. En... Altijd, klopt. Ja. Ja, ik heb hier een nummer. Dus gaan we even kijken of dat ook op het certificaat staat. Ja, dat is helemaal hetzelfde. Deze hond is nou dus goed? Ja, Charu mag Europa in. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd vandaag en alle informatie. Graag gedaan, jij ook bedankt. Nou, dan ga ik weer. Dankjewel. Doeg. Doeg.